Hallo, mijn naam is Oscar Muiderveld en ik ben kunstdocent op een middelbare school en lid van de adviesraad van het stedelijk. En ik mag jullie een werk laten zien. En ik heb gekozen voor Not a Chair van Marcel Wanders. En het is een bijzondere stoel. Het is ook een bijzondere stoel in zijn oeuvre, want hij heeft een prijs voor gekregen en eigenlijk een beetje zijn bekendste stoel. Maar het is eigenlijk gek als je naar stoelen kijkt, hoe breed je daarmee om kan gaan. Je kan eigenlijk ook heel veel dingen als stoel gebruiken. Je kan op een bierkratje zitten of een boomstam of een stapel boeken. Maar wat maakt iets nog een stoel? En wat maakt iets een nieuwe stoel? Want er zijn al zoveel stoelen ontworpen. Als ik aan een basisstoel denk, dan denk ik eigenlijk een beetje aan zo'n stoel. Met een rugleuning waar je op kan zitten. Als je dat weghaalt, dan wordt het misschien een kruk. Maar er zijn heel veel ontwerpers eigenlijk ook bezig met van hoe kan ik die stoel zo vernieuwen dat ik iets doe wat nog niet eerder gedaan is. En Marcel Wanders heeft hier een truc uitgehaald, want eigenlijk lijkt het bijna een soort goocheltruc. Je ziet touwen, alleen je ziet niet waar de touwen aan vasthangen. En zo is het ook eigenlijk gemaakt. Het is ambachtelijk geknoopt in de oude techniek, macramé-techniek, met wel een wat moderner touw. En het hebben ze zo opgehangen dat het in een bad met kunststof gehangen is, waardoor het touw helemaal hard genoeg wordt om op te zitten. En daardoor zie je eigenlijk een beetje alsof de zwaartekracht wordt opgeheven. En hij is ook heel licht, 1,5 kilo. Maar je kan er dus op zitten, hij is sterk genoeg. Hij is onderdeel van de droogdesignbeweging, waarin ze probeerden ook nieuwe technieken uit te proberen. En je ziet dat Marcel Wanders in die zin zich weer een nieuwe stijl van vormgeven heeft aangeleerd. En dat zie je bij meerdere kunstenaars. En dan is het grappig in het museum. Wat doet het dan in het museum? Dat noem je toegepaste kunst. Kunst waar je wel op kan zitten of die je wel kan gebruiken, maar die ook zo origineel of zo eigen is dat het kunst op zich wordt. En daar wil ik jullie ook een opdracht over geven. Ontwerp of maak een kunstwerk dat nog net als stoel gebruikt kan worden. Dus bedenk iets wat als kunstwerk gewoon op zichzelf kan staan, maar waar je ook op kan zitten. Succes!